En nu een geweldige klassieker. Als ik in een auto de wereld zou rondreizen, dan zou ik deze kiezen. Zeker in aangenaam gezelschap. Maserati's klassieker de Gran Turismo is terug. De Italianen vonden het genre bij wijze van spreken drie kwart eeuw geleden uit. En de nieuwste generatie komt naar ons met verbrandingsmotoren. De versies Modena en Trofeo en de 100% elektrische variant, de Folgore. Vergeleken met de vorige generatie is de styling eerder evolutie dan revolutie. De wagen is harmonieuzer qua proporties en zet de huisstijl voort. Subliem. Het interieur is zeer uitnodigend voor een GT met vier volwaardige plaatsen. Zonder aan comfort in te boeten, slaagt Maserati erin om een authentieke sportwagen aan te bieden. En wat de sportiviteit betreft, moet deze V6 niet onderdoen voor de oude V8 van Ferrari. De soundtrack is misschien minder melodieus, de cijfers zijn verbluffend. 0 tot 100 in 3,5 seconden voor deze Trofeo. De Trofeo is nu trouwens uitgerust met een vierwielaandrijving die tot 50% van de 650 Nm naar voren en tot 90% naar achteren kan overbrengen. De essentie ligt met andere woorden behouden.